Mensen in België en Nederland zijn iets te licht gevoelig naar hoe dat ik wil dat ze zijn. Als ik iets zeg in een video, dan meen ik dat niet. Meestal toch. Ik ben ook terug tot leven gekomen. Nadat ik gisteren dood ben gegaan, ben ik gewoon... Zoals elke keer gewoon te trouw... Ja, was clickbait. Ik leef nog, sorry. Ik distancieer mij nu van de samenleving. Maar ik leef nog. En het is vandaag gewoon tijd om weer een nieuwe video te maken. Dus dames en heren, als jullie zin hebben in deze video, smash je zeker een duimpje omhoog. Heb je geen zin in deze video, 2 duimpjes omhoog smashen. Like deze video voor eeuwig geluk. En like deze video als je AIDS wil krijgen op minderjarige leeftijd. Vandaag ga ik nog eens haatvideo's van mij bekijken. Ik heb echt geen idee meer. Heel veel mensen hebben dit nog aangevraagd. Eigenlijk echt niemand. Maar... Omdat heel veel mensen dit zien als een shout-out of zo. Eigenlijk breek ik gewoon mensen af. Maar als jullie dit willen zien als shout-outs, dan zie dan maar als shout-out. Ik schaalt heel graag mensen uit. En ik wijs mensen er heel graag op dat ze echt slecht zijn wat ze doen. Dus, that's why I have love subscribers, man. That's me. Hey, shit. Dit komt net uit de was. Het is nu al vuil. Fucking hell. Altijd maar met domme kut ideeën om iets leuk te doen voor een video. Fucking hell gehad. Laten we er meteen aan beginnen. Dames en heren, haatvideo's. Hey, shit sukt. Ik weet het. Ik ben echt een fucking mongo. Fuck deze koptelefoon. Mijn hoofd is dan nog groter dan die al is. Heel veel mensen haten mij nog altijd. Als ik een video upload, dan verlies ik subs. Als ik 2 video's upload op 1 dag, dan verlies ik 100 subs. Als ik 2 dagen niet upload, dan krijg ik er 200 subs bij. Wat doe ik verkeerd? Ik weet het niet. Ik heb geen flow idee. Maar er zijn genoeg haatvideo's om dat te snappen. Dus let's check them. Ace it sucked. Ik had deze video zo heel snel gezien. Hij is een straatinterview of zo. En die ga ik checken. Want ik zie daar 2 chicks op de thumbnail staan. Wow. Meisjes. Meisjes. Wow. Als er meisjes op je thumbnail slaan, krijg je meteen 95.000 views meer. Deze guy niet. Deze guy heeft maar 88 views. 31 abonnees. Het zijn mensen die mijn video's kijken. En een fake Ralph Lauren petje. Ik doe alleen mensen mijn video's kijken. Kijk, je hebt de fake Ralph Lauren petje aan. Ace it sucked, fake Ralph Lauren petje. Ace it? Hoe weet jij dat het een fake Ralph Lauren petje is? Zie je die ding? Ik heb hier ergens de echte liggen. Wacht. Dit is de echte Ralph Lauren pet. Dit kapje, of hoe dat noemt, dat is niet scheef. Dat is niet als bij die guy helemaal geplooid zo. Dat is bijna recht. Als je dat aandoet, ziet daar zo uit. En dan lijkt je op een of andere terrorist die uit het Amazonewoud komt. Maar dat plooit niet helemaal. Dat is niet een de fake petje. Fake. Maar ik ga toch naar de video kijken. Doe je geen fiets meer, Nathan? Dat is mijn fiets! Dit! What the fuck? Dat ben ik! Met mijn gestolen fiets. Shit. Kijk. Hij benadert meisjes. Hij gaat ze pakken. Daar gaat hij. De onwetende meisjes weten niks. Kijk. Wow. Opnieuw. Replay. Replay. Mag ik jullie iets vragen? Ja, tuurlijk. Je mag iets vragen. Dat was een echte reactie. Je ziet hoe ze gewoon ja zegt. Ze kijken naar die guy. Ze zegt van, ja, je ziet er goed uit. Je hebt een fake Ralph Lauren petje, maar je mag het vragen. Kennen jullie Acid? Of kennen jullie Nathan? Gezien? Hebben jullie het gezien? Zeg me niet dat ik helemaal paranoia aan het worden ben. Ik denk dat iedereen dat wel heeft gezien. Daar wou ze ja zeggen. Daar wou ze gewoon ja zeggen. Maar toen dacht ze van, als ik ja zeg, gaan al mijn vrienden mij uitlachen. Misschien moet ik gewoon zeggen dat ik hem niet ken. Ik ben zeker als ze nu gaan zeggen nee. Shit! Ik heb veel te veel light toe meegekeken. Zij zegt ook nee. Zij zegt ook nee, gewoon zo. Ik ken hem wel, maar mijn vriendin heeft nee gezegd, dus ik moet ook nee zeggen. Is dat geen YouTuber? En toen, is dat geen YouTuber? YouTuber? Ik weet het niet. Heb je het oogcontact gezien naar haar vriendin, maar haar maakte? Is dat geen YouTuber? Nee, zeg dat niet, zeg niet. We weten niet wie hij is, dat kan je echt niet zeggen. Dat denkt dat meisje op dit moment. En dan kijkt ze in de camera zo van, godverdomme. Ja, alleen, ik ken hem maar. En nu weet ze het wel. Shit. I got you. Hoe is het haar? Ça va? Ze zegt dat mijn haar goed is. Haha, I know you like my hair. I know you like it. Hier is hij even gewoon aan het socializen. Ik zie chickies aan het fixen. Yo, volg me even op Instagram. Ja, volg me even op YouTube. Stuur een paar nudies door. Mijn nudes zijn alweer geëxposed. Ik zag deze foto voorbij komen. Ik heb hier niks aan toe te voegen. Echt niks. Wow. De jeugd weet gewoon niet meer wie dat ik ben. De jeugd heeft iemand nieuw waar ze naar opkijken. Het is deze teringvogel. Stop met die fucking vogel op Facebook te zetten. Stop! Het is niet goed. Ik had om mijn haat naar die fucking kutvogel te tonen. Status gezet op Facebook. Waarin ik vriendelijk vroeg om te stoppen met de fucking kutvogel. En nu is het gewoon één ziekte op mijn Facebookpagina van al die fucking... Ik weet niet wat het is. Wat is het? Aan de fucking Facebook duif even oprotten. Er zijn bijna 1000 reacties. Geen één reactie van iemand die een woord zegt of zo. Kom maar, fucking kutduif. Dat is... Hij has to stop, alsjeblieft. Stop ermee. Stop. Annie Bunda zegt...
Orde! Er zijn er zoveel. Zoveel mensen hebben een video gemaakt over hoe kut ik ben. Niet goed. Yeah. Oké. Okay. Beats by Jonas. Kill it. Kill the beat. Luchtfoto's. Sfeerfoto's. BMX tricks. Kijk de video volledig uit. En met volledig bedoel ik dan ook volledig. Vijf. Pak me. Geleden, die ondertiteling is echt niet te lezen. Ik weet niet welke woorden er daar staan. Misschien is dat omdat ik niet naar school ga. Hij zit de me na. Hij had geen inspiratie. Van school gestuurd worden, hij voelt zich echt een baas. Maar hij is voor die school gewoon te dwaas. Oké, okay, ik geef toe je skate. Maar het trashje blijft voor jou, just the hate. Oh, dat is... Ah, fuck off. Als je iets wil zeggen dat rijmt, rijm dat goed. Ik weet zelf niet hoe je moet rijmen of zo, maar... Yo, je sukt. Ik haat je nog altijd als je op die like drukt. Misschien zou je beter ook stoppen met school. Want je leven is nu al mislukt. Shit. Maar wat jij doet, dat is niet rijmen, dat is gewoon... Ik weet het niet. Ja. Volgende! Het verandert mij ook hoe slechte reclames op YouTube zijn, hoor. Wat is dit? Fuck off. Shoutout naar Samson en Gert. Shoutout naar Samson en Gert. Croc monsieur. Croc monsieur. Yo, Aces. Yo! Je bent echt een debiel. Waarom vraag je je af? Want je hebt gewoon geen ziel. Godverdomme, man. Ik ben een debiel, ik heb geen ziel en er is er hier flesje corona. Deze content is erger dan scheid. Ja, je hele fanbase, die ben je direct kwijt. Shit! We zijn kapot gemaakt. Het is tijd om iets te doen waar ik al lang over twijfel. Maar het is eindelijk tijd om het te doen. Ik heb al heel veel overwogen om dit te doen, maar nu is het tijd. Het is tijd. Het is tijd. Het is tijd. De volgende items worden definitief verwijderd. 551 video's. 23 afspeellijsten. 297.000 abonnees. We hadden bijna de 300.000. Maar niet helemaal. Shit. En dat was het dan. Dat was het einde van Acid. Zo is mijn YouTube carrière gewoon gestopt. Zo ben ik op straat beland. Geen geld meer verdiend. En heb ik mezelf in de prostitutie gegooid. Omdat ik geen andere uitweg meer vond. Het zijn hele moeilijke periodes geweest voor mij. Vanaf nu ben ik elke dinsdagavond te vinden op Chatterbait. Daar kan ik ook geld verdienen. Daar kunnen jullie ook geld doneren. Ik zit al te lang te wachten op die 300.000 abonnees. Het is tijd om er een punt achter te zetten. Al die mensen die gewacht hebben op dit moment. Jullie hebben wat jullie willen, oké? Ik stop! Het is gedaan. Ik kan de haat niet meer aan, oké? Leave me alone. Please, go away. Ga weg! Ga weg! Oké, dames en heren, ik ben terug. Ik heb een tijdmachine gebouwd en ik ben teruggegaan naar dit moment. Ik heb mijn kanaal niet verwijderd en ik ben niet gestopt met YouTube om mijn leven. Dat was echt... Wow! Dat was een, alcoholverslaving, drugsverslaving, niks anders dan vroeger eigenlijk. Ik heb beslist om toch weer video's te maken. We beginnen met wat ik geëindigd was. We gaan naar haatvideo's kijken, die ik nog niet heb gekeken. Dus de volgende video is een video van Mafvlak en die heeft 420 views. Yes, 420. Dat was de video. Bedankt om te kijken naar deze filmpje. Vond jij het nu leuk? Zeker een duimpje omhoog doen. En stop niet met kijken naar mijn kanaal alsjeblieft. Stop niet met kijken. Ik heb jullie echt nodig. Ik weet niet of jullie hebben gezien wat er is gebeurd met mij. Toen ik gestopt was met YouTube. Maar dat wil ik nooit meer meemaken. Doei. Tot de volgende keer. En als je nu nog niet genoeg hebt gezien van mij. Kijk dan even naar deze video. Want die is ook heel leuk. Tot de volgende keer. Doei!